Dat is toch wel iets meer dan het gewone soldaat zijn. Opdracht is opdracht en die wordt gewoon vervuld. Je kan nog zo'n grote stoere vent zijn, maar je kunt dus terugkomen met een beschadiging. Ik heb daarbij alles verloren. Mijn gezin, werk. Je laat je buddies niet afrotten. Dat kost natuurlijk heel veel geld. En gelijk. Wij gaan naar Londen, vanuit Rotterdam. Hey. Ik vraag niet of het kan, maar hoe het kan. Hey. Als we niet halen, dan zijn we versopen. Hey. Wachten, wachten en nog eens wachten. Dat doen de oud-mariniers nu vooral. Door het slechte weer moeten ze in Vlissingen blijven en gaan ze een dag later dan gepland de Noordzee op om naar Londen te roeien. Voor Ron Straver is het een mooie gelegenheid om de sloepen nog één keer te controleren. Hij heeft ze allemaal gemaakt en gaat de hele tocht mee om eventuele reparaties uit te voeren. Inmiddels is er al heel veel mee getest en proefgeroeid tijdens allerlei trainingsweekenden die ze al achter de rug hebben. En tot nu toe hebben de sloepen zich prima gehouden, dus ik denk dat het helemaal gaat lukken. Ze zijn vanuit IJmuiden bijvoorbeeld diverse keren de zee opgeroeid. Ook bij minder goed weer en 's nachts. En op die manier hebben ze zich kunnen voorbereiden. Ik maak nu de dollen wat soepel, zodat ze goed kunnen draaien. Dat geeft wat minder weerstand van de roeiers. In feite zijn het sloepen die speciaal gebouwd zijn voor, voor de sport, voor het sloeproeien. Nu zijn ze aangepast voor deze tocht over de Noordzee. Er zijn wat extra voorzieningen aan boord gekomen, zoals bijvoorbeeld een elektrische pomp om de stuurman te helpen als er veel water de sloep inkomt. Verder is alles extra degelijk en extra stevig uitgevoerd om tijdens de tocht het maar vol te kunnen houden. Zo, dat is weer klaar. Dan ga ik even een ander klusje doen. Er zit een afvoer in de sloep om het regenwater kwijt te raken. Ze waren even het dopje kwijt en daar hebben ze een kurk van een fles in gestopt. Het is nog moeilijker als de kurk van een wijvel is. Die breekt ook wel eens af. Maar... Zo, nou is het, nu is het weer open. Dit is het afsluitdopje van de regenafvoer. En dat hoort er eigenlijk in plaats van die kurk. Zo, weer een klusje klaar. Welke zuiken? We zijn heel blij dat we heel even naar buiten kunnen en dan even wat anders kunnen doen als binnen zitten, wachten op elkaars lip. Het liefst zitten we gewoon in de roeiboot, roeien, rust pakken, eten, douchen, roeien. Dat is onze cyclus. Daar hebben we voor getraind en daar zijn we mee bezig. Het Korps Mariniers staat bekend om drie kernwaarden. Verbondenheid, kracht en toewijding. Dat die verbondenheid groot is, dat bewijzen Ernst en André. Londen. We zitten en wij zijn er klaar voor. Echt vanaf dag 1 van de keuring kennen we elkaar. De opleiding samen gedaan helemaal. Ja, je krijgt echt een vertrouwensband met iemand. Daarbij privé gaan we nu ook heel veel met elkaar om. Ja, vertrouwen met mijn leven. We werken samen en ja, super. We waren in de opleiding. Er kon nog van alles gebeuren, maar een persoonlijke klik hadden we zeker. Firma list en bedrog. Absoluut. Vanaf hun kennismaking bij het korps is het tweetal hier links samen op de foto in hun marinierstijd onafscheidelijk. Dus toen Ernst van de roeitocht naar Londen hoorde, haalde hij meteen zijn maatje André erbij. Ik hoorde via de jongens dat dit project opgestart was. Toen heb ik André heel gauw meegenomen erin van is het wat voor ons? Lijkt het wat? In het begin stonden we helemaal niet bij stil. Is dit de uitdaging? Gaan we naar Londen toe? Nee, we gaan roeien voor de buddies in nood. Ja, dan kom je jongens tegen die je misschien 10, 15 jaar niet gezien hebt. Het is meteen een klik. Maar ook jongens die je niet kent, nou, je praat een half woordje en het is goed. Dat is die verbondenheid die het korps brengt. Je valt weer terug op wat je eigenlijk altijd geleerd hebt. Bedankt. Bedankt.
Al ben je de grootste bloedhond op de hele wereld, als ik naast je sta in die put, moet ik ervoor op vertrouwen dat jij mijn leven in de gaten houdt en ik die van jou. Dat is gewoon, ja, dat doe je gewoon. Je wordt eerst afgebroken helemaal en daarna bouwen ze op tot een marinier. Emotioneel, lichamelijk, vermoeid, fysiek. Het is gewoon allemaal afgebroken. En dat gaan ze heel langzaam steeds groter maken en uitbreiden. Tot je als een marinier waardig bent. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend mooi. En als je dan daar ook nog een keer een vriendschap met iemand opbouwt die eigenlijk door dezelfde ellende heen gegaan is als jij. Dat is echt onvergetelijk voor mij. Als hij er niet zou zijn, zou ik niet weten wat er is. Ja, dat zit heel diep. Het gaat onze vrouwen, dames, ja, die hebben er wel eens moeite mee. Dat is echt super om te zien. Ja, bedoeld voor het leven. Ja, even uit. Aan het einde van een lange dag wachten is het verlossende woord eindelijk daar. Morgen gaan ze de Noordzee op. En dus brengen ze de sloepen alvast in gereedheid. Niels, even jullie ook in de brani, zodat ik even checken voor de noodflare. Dat die niet in het voorlicht, maar in het achterruim. De sloepen worden nu op volgorde neergelegd, worden gecheckt door de stuurlieden. Voor de overtocht wordt tijd. Het zijn een stel paarden die op stal staan, hengsten die echt de beuk erin willen gooien. Dus we zijn er klaar voor, absoluut. Dat is de noodflare. Achter de accu, leg die maar voorin. Erik, jij ook, zal ik even checken? Kijk morgen weer naar Zo wijd de wereld strekt als de roeiers eindelijk de open zee opgaan. Paul, jij ook. Kijk jij eens in het achterruim.